Hoi, vandaag neem ik jullie mee in een dag uit mijn leven. Dit is eigenlijk gewoon een normale schooldag die ik film. En het leek me leuk om jullie daar een keer in mee te nemen over eigenlijk hoe een normale dag voor mij eraan toe gaat. Als eerst sta ik op met natuurlijk enigszins wat moeite. Dan loop ik naar mijn kledingkast toe en kies ik uit wat ik aan ga doen. En daar kan ik soms ook nog wel best wel een tijdje mee bezig zijn. Als ik eenmaal mijn outfit heb uitgekozen, neem ik een lekkere warme douche. En daarna trek ik natuurlijk mijn outfit aan. En dan is het tijd om mijn make-up te doen. Ik maak me eigenlijk elke dag gewoon op in de badkamer. Ja, probeer het eigenlijk altijd zo snel mogelijk te doen. Doe eigenlijk best wel basic make-up op. Eigenlijk een beetje elke dag hetzelfde. En daar ben ik ongeveer 10 minuten tot een kwartiertje mee bezig. Dan borstel ik mijn haar door, gooi er soms wat droog shampoo in en nog wat volume, poeder. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik met mijn haar doe. Dan is het tijd om te ontbijten. Ik ben eigenlijk helemaal geen grote eter, dus ik ontbijt eigenlijk ook helemaal niet groot. Maar ik sla het nooit over. Ik ontbijt wel echt elke dag. Dat vind ik toch wel heel erg belangrijk. Dan is het tijd om mijn sieraden om te doen, parfum op te spuiten. Vaak doe ik nog wat lipstick op. Dan trek ik mijn schoenen aan. Dan trek ik mijn leuke leren jasje aan van de Mango. En daarbij mijn sjaal van Lofi. Het is een van mijn lievelingssjalen. En dan ben ik klaar om te gaan. Ik fiets dan naar het station toe en reis dan ongeveer een half uurtje met de trein. Ik zit in Rotterdam op school, dus vandaar dat ik even dat stukje moet reizen. Ja, op school doe ik dan gewoon lekker mijn ding. Ik zit vooral heel erg veel achter de computer eigenlijk de hele dag. En dan ben ik ongeveer rond een uur of 17:15 uit en om 18:30 thuis. En het eerste wat ik doe als ik thuis kom is eigenlijk gewoon lekker een comfy outfit aantrekken. Zodat ik daar de hele avond in kan chillen. Dan ga ik eten. Hier was ik eigenlijk gewoon heel ordinair een pizza aan het eten voor de tv. Doen we normaal nooit. Maar dit was even een uitzondering. En dan is het voor mij tijd om aan het werk te gaan. Dit houdt eigenlijk voornamelijk in dat ik video's edit en mijn mail check. Of ik doe dit de hele avond of ik ga sporten. Het ligt er vaak een beetje aan hoeveel ik nog moet doen. En dit doe ik dan eigenlijk gewoon de gehele avond. En blijf dit doen totdat ik eigenlijk naar bed ga. Nadat ik daar klaar mee ben, loop ik naar de badkamer toe om mijn make-up eraf te halen en om mijn tanden te poetsen. Dan trek ik mijn pyjama aan en vaak voordat ik ga slapen lees ik nog even wat. En dit is dan mijn gehele dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je snel weer. Doei doei!